Hoi, mijn naam is Marcel en ik test vandaag de Ryobi R18 SDS. Zoals de naam al doet vermoeden is het een SDS boormachine. Dat betekent dat er dit soort boren ingaan, erg eenvoudig te installeren. Je draait hem op de goede positie en dan klik je hem vast. Dan gaat hij geen kant meer op. En het loshalen van de boor gaat eveneens erg eenvoudig. Deze zwarte ring trek je naar onderen en dan laat de boor zich net zo makkelijk verwijderen. Wat opvalt, hij ziet er goed uit. Hij is lekker handzaam, niet al te zwaar. En Ryobi heeft op alle plekken waar je de boor vastpakt het geheel voorzien van rubber. Dat betekent dat je een goede grip hebt en dat hij lekker in de hand ligt tijdens het boren. Wat meegeleverd wordt, dat is de lader voor de accu, voorzien van een vast netsnoer, de handleiding en tot slot de accu. In dit geval een 2,5 ampère accu. Goed voor ongeveer een boren van 55 gaten. En het voordeel van dit formaat is dat hij niet al te groot is en dus ook niet al te veel gewicht toevoegt aan de machine. Dus ook met de accu geïnstalleerd blijft het geheel handzaam en goed te bedienen. Deze boorhamer heeft 4 verschillende opties. In te stellen via deze ronde draaischakelaar. En de verschillende standen zijn bijtelen, schroeven, boren of boorhameren. Wat tot slot het vermelden waard is, dat is dat de machine aan de voorkant is voorzien van een ledje, zoals duidelijk te zien is. En het grote voordeel van deze led is dat die al begint te schijnen wanneer je de knop maar een heel klein stukje ingedrukt houdt. Zo kun je eerst kijken waar je moet zijn en pas als je doordrukt, dan begint hij met boren. Waar ik vooral erg benieuwd naar ben, is dat deze boorhamer op accu, of die ook geschikt is om door zware ondergronden heen te komen, zoals bijvoorbeeld gewapend beton. Nou, of dat gaat lukken, dat gaan we nu zien. Tijd om de machine te gaan testen. Ik sta hier naast een betonnen muur. Laten we eens gaan kijken of de Ryobi daartegen is opgewassen. Nou, dat ging een stuk sneller en soepeler dan ik had verwacht, om eerlijk te zijn. Ja, ik ben echt onder de indruk van deze boorhamer van Ryobi. Ten opzichte van de boorhamer op snoer die ik gewend ben, doet deze qua power en prestaties echt niet onder. En dat is denk ik een groot compliment voor een boorhamer op accu zoals deze Ryobi. Tijdens het boren ligt die ook nog steeds lekker in de hand. Het voelt solide aan. Je hebt echt een degelijke machine in je hand. Ja, en dat maakt dat ik niet anders kan dan deze boorhamer van harte aanbevelen. Ben je op zoek naar een nieuwe machine, hou dan absoluut deze in gedachten.